Welkom op de Autosalon van Genève 2014. Hier vinden we het allemaal. Alle nieuwtjes staan hier. Het is een hele belangrijke beurs. Zowel Land Rover als Subaru als Jeep heeft vooral nieuws. Jeep. U weet waar het over gaat. De nieuwe Renegade, die gaan we even bekijken. We gaan ook even in de Cherokee rijden. En ja, er is eigenlijk van alles tussendoor te bekijken. Enjoy. Jeep heeft twee verrassingen gemaakt. De Renegade en de Renegade. De ene is de Latitude uitvoering. Dat is een beetje meer de standaard uitvoering die het moet gaan doen, denk ik, de aantalletjes. Dan is de andere, dat is de Trailhawk. En die is trail rated. Dat betekent niet alleen dat er dikke sleepogen aan zitten. Hij kan ook meer. Er zit meer techniek in. Er zit een systeem in waardoor je automatisch de goede keuzes maakt voor treinrijden. Dat zal hem veel meer capaciteiten moeten brengen. Deze simpele uitvoering, wat die gaat kosten, weet ik niet. Kwartaal 4 komt die bij ons op de markt. De eerste stap in een Renegade. Jeep Renegade. Ja, de Renegade ziet er natuurlijk heel netjes afgewerkt uit. Het is een bekend fenomeen dat Fiat zijn hand erop heeft gelegd. Dat zie je aan de vormen. Het is best wel speels. Het is toch een compact autootje. Je vult hem meteen vrij overtuigend. Maar ja, ik zie nieuwe dingen erin. Apple schijnt hier ook een soort link mee te hebben. Dat je dus met de iPad of je iPhone hier een combinatie mee maakt met de techniek en interactie met hiermee. We zien de tellertjes. Er schijnt dus ook een nieuwe instelling te zijn. Die heet Terrain, oftewel je kunt hem instellen. Niet helemaal zelf bedacht, Land Rover deed dat, Terrain Response. En nou noemen ze dat Terrain Select bij Jeep. Maar ja, heel benieuwd hoe het natuurlijk in de praktijk gaat werken. Het is een B-segment auto, dat betekent dat hij wat bescheiden is qua afmeting. Dat is heel goed gekozen natuurlijk. Maar het betekent dat ook dat je er nog achterin kunt gaan zitten. We gaan het proberen. Nou, het past allemaal maar net. Duidelijk is dat je eigenlijk hier voorin wil zitten. Of dat je in ieder geval niet echt boven de 1,90 meter moet meten. Maar dan wordt het een beetje krapjes, maar nou, het ziet er wel allemaal netjes uit, moet ik zeggen. Leuke accenten, dan weer die Jeep grill erin. Het ademt op zich wel Jeep. Daar hebben ze zich natuurlijk wel druk mee gemaakt, want het moet wel een Jeep zijn natuurlijk. Renegade stond natuurlijk voor een uitvoering en het is nu een totaal nieuw model geworden. Jeep zet totaal nieuw een auto neer. Ja, eigenlijk Fiat, maar dat mag je hier niet zeggen.